Het huis achter mij is het prankhuis. Dit is niet mijn huis, maar dit huis heb ik gehuurd om een paar hele normale filmpjes op te nemen met bekende YouTubers. Maar wat ze niet weten, is dat ze belanden in een verschrikkelijke prank. Het slachtoffer van vandaag is Shahid, beter bekend als Dutch Performante. Hij is nog geen half jaar bezig met YouTube en heeft nu al een paar flinke virals te pakken. Oh ja, en hij heeft ook een gouden Lamborghini. Allemaal leuk en aardig, maar je hoort er pas echt bij in YouTube-land als je eens goed geprankt bent. Yo! Yo, topper! Ik ben er ook. 2 minuten, dan kom ik even op aan. Yo! Het gaat beginnen. Ja, dit is gewoon... dit is gewoon een Airbnb. Oh echt? Dat is gewoon huur. Ja. Hier wil drinken of zo, water. Ja, doe maar watertje. Maar gaan we zitten. Ja, hier. Ga maar op die stoel zitten. Deze? Ja. Ja. Ik werd wakker, ik dikke puist op mijn neus. Challenges, zijn het binnen challenges, buiten challenges? Nee, het is allemaal heel, ik ga het zo even uitleggen. Het is mega simpel eigenlijk. Dat is mooi. Nou, ook van. Oké, we gaan gewoon beginnen, ja? Let's go. Ik ga er even blanco in, hè? Ja, dat is goed. Yo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier met Shahid. Dutch Performante. Ik heb hier een prachtig bord. En hier is heel veel tijd en moeite in gestoken. Dat zie ik ook. Je ziet. Dus jij mag er een afhalen en dan mag ik kijken wat erop staat. Dat gaan we doen. Ik kies wel. Het is geen. Je wordt is het nou van morgen. Het staat erop. Mijn Engels is niet zo goed, maar. Try not to lounge challenge. Try not to laugh challenge. Oh nee, echt niet. Mijn Engels is echt. Wat betekent het? Dat weet ik niet eens. Nee, ik weet het echt niet. Sorry. Oh, dat vind ik wel echt nice. Probeer niet te lachen. What the fuck? Echt? Dan zie je filmpjes en dan moet je je lach inhouden. Dat is het idee. Oh, en jij lacht graag, merk ik al. Ik lach altijd. Kan ook wel heel, heel kwaad worden. Oké, we gaan beginnen. Try to laugh. Kid fails and cute baby. Sorry. Ja, maar zag even, hoe dan? Wat doet deze man? Ik denk dat ik knuffel, maar hij knuffelt het wel. Dit zijn ze, de acteurs van vandaag. Ik ben hier met Earl, Luc, Sven. En deze mannen, ja, die zijn hier met hun koffers en hun pils. Want wat zijn jullie van plan? We hebben gewoon een topweekend voor de boeg. Zij willen dus lekker even met de mannen een weekendje weg, maar wij zijn hier aan het filmen. Dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd. We hebben namelijk een dubbele boeking. Ja, en dat is niet prettig. Hallo. Oh. Yes. Waar ben je? Ja, ik ben dit ook geboekt. Echt? Jullie zijn er vandaag heen gegaan. Ja. Ja. Oké. Okay. Ben je opnames aan het nemen? Even checken. In Airbnb? Ik weet het, volgens mij. Ja. En moeten we eruit? Want er zijn andere mensen voor de deur. Lekker kalfijn. Ja, check even wat het is. Check sowieso even of het goed, want er staan hier veel in de straat Airbnb. Nee, check sowieso even het nummer. Ik weet niet waar. Ja, maar ik zie ook geen nummer staan. Ja, check hem wel even. Ja, zo. Pas op. Kruidje bier. Ja, mooi. Meteen. Wat een gasten. Die dachten we gaan een lekker weekendje. En ze loshouden. En als kind dan ook. Een korte onderbreking. Weer een korte onderbreking. We hebben Airbnb niet betaald. Nu zijn ze al voor de tweede keer weer hier. Want jullie hebben even gecheckt waar je moet zijn. En het is toch echt dit huis. Ja, ik denk, weet je wat het is? Kom maar even binnen. Ik bel wel even die verhuurder. En dan fixen we het even met z'n allen. Want we zijn gewoon normale gasten. Hey, daar zijn jullie weer. Dan moet je hier zijn, man. Dit is 46. Ja. We hebben hier gereserveerd, man. Eerst dit huis. Jij hebt dan ook met Hugo contact gehad. Hugo, ja. Ja. Kom maar even binnen dan. Ja, dat is goed. Yo, man. Hallo. Hey, een leuk weekendje. Ja. Ja, het ziet er gezellig uit. Jullie gaan vanavond de stad in of? Even kijken. Even. Ja, we gaan een paar biertjes. YouTube. Hey, hallo Hugo, met Kelvin. Ik bel natuurlijk even de verhuurder. Vraag even, hé, hoe zit het nou precies? Sam van Halen. Hey Sam, jij weet wat de bedoeling is, hè? Jij heet vanaf nu even Hugo. Jij hebt dit huis aan mij verhuurd. Dat klopt helemaal niet, want jij bent gewoon een knakker ergens in Noord-Holland. Maar je speelt even de verhuurder van dit huis. Uiteindelijk is het zo dat wij hier eigenlijk al om 11 uur weg hadden moeten zijn. En dat zij eigenlijk gelijk hebben, maar dat komt allemaal goed. Jij bent te laat, zij zijn te vroeg. Juist. Goed. Okay. Zet hem op. Yo. Hoi. Maar ik heb die huisjes geboekt van deze week. Ja. Er staan hier drie heren, die hebben hem ook geboekt.
Dat gaat niet helemaal goed. Wacht even. Jullie hebben vandaag hebben jullie laatste dag. Dit was vanmorgen, was check-out. Hoe laat? Laatst voor 11 uur. 11 uur sluiten wij even. Ja, wij zijn nu nog net even bezig. Nou, jullie moeten er wel uit. Normaal gesproken is 11 uur check-out. Want we hebben om 2 uur hebben we nieuwe gasten. Oké. Okay. En dat moet in de tussentijd worden nog schoongemaakt. Dus ik stel het wel op prijs. Maar die gasten zijn hier al nu al. Moeten die dan weg of zo? Die zijn dan te vroeg. Dan zijn jullie te laat en dan zijn zij te vroeg. Oké. Okay. Dus. Je kan nog tot 12 uur als je spullen nog moet pakken, maar als je wilt zorgen dat je de 12 uur uitneemt, ja, dan is het goed, want ik kan het verschoongemaakt worden. Want ik moet gewoon weer klaar zijn voor die andere gasten. Oké. Okay. Ja? Oké, excuses. Ja, vinden jullie het erg om even in de tuin of zo te chillen? Want wij moeten nog een half uurtje hier wat doen en dan zijn we ook klaar. Kom maar, wat? Pak even een kratje. Wat gezeik. Ik heb dit niet eens gefixt ook. Dat is wel een ellende. Ik ga vanaf nu alleen nog maar thuis filmen. Ja, dit is wel na hoor, voor je video. Zullen jullie een beetje rustig kunnen bij elkaar afmaken? Ik weet gasten zeggen dat ze stil moeten zijn. Maten. Snap je? Ja, wat stil, ze gaan gewoon weer verder. Maar goed, dit is echt helemaal naar. Ja. Oké, okay. We gaan verder. Kom. Deze guys moet even rustig. Ja, ik ga het nog één keer vragen. Shahid en ik zijn nu al een tijdje aan het filmen en het wordt al een beetje ongemakkelijk. Dus ik heb aan jullie gevraagd om even naar buiten te gaan. Maar wat jullie hier gaan doen is een pilsie pakken, lawaai maken, schreeuwen, doen zoals echte maten natuurlijk doen. Jullie lopen een paar keer naar binnen en naar buiten, dus hier wordt het gewoon best wel een beetje irritant. Zijn jullie iets rustiger? Sorry, zijn we sneller klaar? Oké. Wow, heftig shit. Kom de beste. Niet te hard schijten. Niet te luidruchtig schijten. Probeer lachend, ik weet het. Ja, maar er gebeurt zoveel op het moment. Dat is echt niet te doen. Oké. Doei. Ja. Pak even een glas water. Ja. Zullen we daarna weer even buiten kunnen chillen? Wij zijn zo klaar. Wat is het streng worden? Nee. Ja, dan moet je maand ook vragen. Ik ben er. Heb je die meisje gepikst? Dat is wel heel erg. Is een of andere YouTube-boytje? Boy. Ja, zijn is met camera en shit. Ja. Dit is grappig. Die kun je slecht tegen. We komen uit een heel ander vertrekpunt. Sorry. Anders kunnen we echt niet door. Want alles wordt, iedereen hoort het anders. Ja. We kunnen niet snel fixen. Sorry man, ik heb hem dan. Heel erg. Ja, nog een kwartiertje of zo. Ik snap dat je over wil lekker weekend. Ik snap het, jongen. Oh, joh. Als we anders ergens heen gaan? Of je zit hier ook niet fijn anders? Nee, ik kan wel. Ik realiseer me even een dingetje. Die camera van. Ja. Heb je ons gefilmd? Jullie zijn er net achter gekomen dat jullie gefilmd zijn. Ja, dat vinden jullie natuurlijk vet kut. Ja. Jij besluit om de SD-kaart in deze camera eruit te pakken. Dus dit is een camera, ik zal het even laten zien. Hier kun je 2 SD-kaarten in doen. Ja. De onderste moet je laten zitten, want daar ben ik mee aan het filmen. Ja. Daar hebben we een tapeje op geplakt, dus daar, die kun je niet pakken. Deze SD-kaart is stuk, die is kapot. Die doen we hier gewoon voor de show even bovenin. Die heb je dan en die bescherm je gewoon met je leven. Dus als ik hem wil pakken, dan ga je gewoon. Ja. Nou, ik kom er gewoon niet bij. Ja, oké. Okay. Dat is het plan. Heb je ons gefilmd? Nee. Want je zei net iets met YouTubers shit. Ja. Maar jullie komen niet in de video. Nee, maar luister eens. Nee. Zal ik me eerst even uitzetten anders? Kun je anders pakken spullen gaan, joh. Ja, ik heb eerst met de camera, maar dat staat toch op beeld. Ja, maar dat komt niet online ook sowieso, dat stuk. Dus wij zien hier gewoon een filmpje met dezelfde camera. Dat stuk. Ja, maar ik zie dat jullie echt gefilmd zijn. Ja, misschien zie je even...
dat jullie hier binnenkomen. Hey, maar, ja, ik wil echt een beeld maken. Luister, ik weet niet of ik hier wel is. Dus, hey, mag niks eten, hey, mag. Nee, geen undercover, man. Ik wil dat je die shit verwijdert, man. Ja, wij moeten gewoon zien dat je het verwijderd komt. Nee, dat is daar zo snel. Nee. Luister, die kaart, er staan ook allemaal andere opnames van gisteren. Nee, dat wordt een rap op. Doet hij hem. Ah nee, serieus. What the fuck, joh. Jullie konden echt niet, jongen. Ik haat ruzie, hè. Doe even normaal, kunnen jullie niet praten. Je werd steeds heftiger, steeds heftiger. Steeds heftiger. Die lach in de kamer. What the fuck. Ja, vond je het wel grappig? Ja, ik vond het verdomme.